Dit is Van Torentje naar Torentje. Met vandaag Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Maar wat ook wel grappig is, dat verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, dat is ook beschikbaar in het Fries en in het Saksisch. Ja, mooi hè? Gebarentaal, braille, eenvoudige taal zelfs. Dat in eenvoudige taal, dat is echt een soort Nijntje-taal, Jip en Janneke taal. Ja. Voor wie is dat bedoeld? Nou, bijvoorbeeld voor Leonie, die zit bij mij in de kerk en ziet ergens... die heeft een verstandelijke handicap. Ja. Die ging de vorige keer stemmen, vertelde ze. En toen raakte ze in paniek in het stemhokje. Er mocht geen hulp zijn. Toen heeft ze in paniek op de PvdA gestemd. Oh jee. Oh. Daarna kwamen er allemaal... Ja, en ze wilde... En ze wilde ChristenUnie stemmen. Facebook is... Ja, dat vond ik wel vriendelijker. Dat is een soort warmere bubbel, merk ik. Dat is een beetje ter compensatie van de guurheid bij Twitter. Nee, ik vind het nogal meevallen. Dus af en toe word je uitgescholden op Twitter. Maar... En reageert u ook op die mensen die schelden? Ik heb iemand wel eens opgebeld. Dat ik gewoon even erachter kwam. Hey, dat is iemand die op te zoeken is in het telefoonboek. Dan schrikken ze helemaal wild. Maar ze denken dat een politicus een soort totempaal is waar je van alles tegenaan kunt gooien. Als je opeens terugpraat, dan schrikken ze wel. Nee, dat was helemaal niet de bedoeling. U bestaat echt. Ik besta echt. En ik kan ook iets zeggen en ik kan ook iets voelen. En als jij iets zegt, dan voel ik ook iets. Maar dan hierover. Het gezin. Het gezin. Meneer Segers, u bent van oudsher een echte gezinspartij natuurlijk, de ChristenUnie. Er staan een paar hele aardige, verrassende dingen in uw programma. U wilt dat relatietherapie in het basispakket komt van de verzekering. Ja. Je begint ooit een relatie en dan bemoeit de overheid zich er niet mee. Nee. Dan krijg je geen training of wat dan ook. Want er gaan misschien kinderen komen. Ja. En u wilt iets aanbieden op het moment dat het al niet meer zo lekker loopt. Ja, en wij willen nog iets meer. En dat is, je hebt zwangerschap geen doel. Ik ben ook mee geweest. Hè? Ja. Dan leer je puffen, precies. Ja. Dus, ik ben het gewoon weer vergeten. Maar dat was een hele bijzondere bijeenkomst inderdaad. Dat je die man allemaal wat ongemakkelijk ziet zitten daar. Mijn man is niet mee geweest. Die is niet mee geweest? Nee, twee keer niet. Nee. Ik zal niet zeggen dat dat een slechte man is. Maar, zeker niet. Maar ik vond wel dat hij mee had moeten gaan. We komen tot slot bij het prognosebord. Ja. Zullen we die maar eens even tevoorschijn halen? En ik ga hem gewoon invullen. Partij voor de Dieren, die zet ik op 4. Ja, dat is ook een verdubbeling, hè? Dan mijn vrienden van de SGP, daar heb ik ook het beste mee voor. 4. Dat is uw meest naast verwante partij. Samen met het CDA, ja. Dan ga ik naar mijn eigen partij, de ChristenUnie. Het mooie aantal van 7. Bescheiden. Dan de PVV, 18. Wel groei, maar minder dan de huidige peilingen. De PvdA, 15. En de winnaar, de eerste, 29 zetels voor de VVD. U heeft nog 2 weken te gaan. Wordt u langzamerhand niet een beetje ongerust... waar die kiezers toch blijven? Nou ja, wat je achteraf zou blijken, als de geschiedenisboekjes geschreven worden, het mirakel van Tubantia. Dus iedere campagne draait om 1 gamechanger. Ja. En mensen denken vaak dat die grote televisiedebatten zijn. Maar dat is heel erg oud denken. Dat is echt 2012 achter. Terwijl 2017 zal dan later blijken, jullie zijn erbij. Jullie worden waarschijnlijk allemaal geïnterviewd en kunnen er dan heel vaak op terugkijken dat hier opeens... die vonken oversloeg. Ik ben er zelf diep van overtuigd dat voor de toekomst van ons land een sterke PvdA, een sterke sociaaldemocratie essentieel is. Dat is ook de reden dat ik mij in de strijd heb geworpen. Een ander verschil met de SP, wat belangrijk is in mijn ogen, is dat zij toch ongelofelijke investeringen doen waarbij de rekening wordt doorgeschoven naar jouw generatie. En dat is op de korte termijn aantrekkelijk. Op de lange termijn krijg je daar spijt van. Ik ben van mening, hoe vervelend dat soms ook is, dat we ook rekening moeten houden met hoe de rekening betaald wordt. Dus daar zit een verschil. Yvonne Korn, meneer Ascher, mag ik u een vraag stellen? Bent u voor of tegen een federale Unie? Tegen. En waarom? Omdat ik het een bizar idee vind dat je in feite de nationale landen opgeeft. Ik geloof dat het veel beter is als je in samenwerking investeert. De meest gasvrije persoon... raakt in paniek als hij niet weet hoeveel mensen aan tafel komen mee eten. En ik denk dat Nederland een traditie heeft van helpen, van ontwikkelingssamenwerking, van mensen opvangen, van mensen veiligheid bieden.
maar dat je de samenleving en de verzorgingsstaat te zeer onder druk zet als je zegt, er is geen grens aan. Ik heb niks met die blonde politicus die doet alsof al die vluchtelingen terroristen en verkrachters zijn. Dat vind ik schandelijk. Want ik heb gepraat met mensen die huis en haard gebombardeerd zagen worden en hier naartoe kwamen. Maar we moeten ook oppassen om niet mensen met zorgen het gevoel te geven dat het allemaal nog maar veel en veel en veel meer wordt. U wil bij uzelf beginnen. Dat mag ook. Nou, ik zal het spannend houden. Nee, dat is... Ja, want dat is natuurlijk toch waar iedereen op zit te wachten. Hoeveel geeft hij zichzelf? Ja. Oh, dat ik zal het maar verklappen. 26. Ja. U gaat ervan uit dat u dus in 2 weken 5-6 zetels per week moet kunnen winnen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, we hebben net... En is dat uw verwachting of is dat uw hoop? Het is mijn voorspelling. Dat is wat u hoopt. Ja, je hoopt natuurlijk altijd hoger uit te komen dan de vorige keer. En u denkt dat u de grootste partij wordt en dus de premier mag leveren? Ja, als dat moet, dan doen we dat, hè. Maar dat is met duidelijke tegenzin, hè. Dat zag u wel. Ja. Hij keek even naar het bord, maar... Ja, verrek, u heeft gelijk. Ik zie het nu ook pas. Ja. Dat heeft u nog wat niet... Wat een knappe prestatie. Heel goed. Nou, jongens, het kan waar worden, hè. Hoe mooi zou dat zijn? Echt waar. Dit was Van Torentje naar Torentje voor vandaag. Morgen is de gast Alexander Pechtold, lijsttrekker van D66.